Hajo Apotheker, de oud-burgemeester van Sneek en nu waarnemend burgemeester van Zuidwest-Friesland, wordt door de raad voorgedragen als de eerste burgemeester van Zuidwest. Het kon eigenlijk ook niet anders. Boze tongen beweren dat Hajo al bij zijn aantreden als burgemeester van Sneek enige toezeggingen had gehad. De afgelopen tijd wist de apotheker de spanning onder journalisten op te voeren. Hij sprak vrijelijk met gerenommeerde Sneekers journalisten over toekomstige afspraken. En wij als pers vroegen ons af, is dit nou een slimme zet om ons op het verkeerde been te zetten of is apotheker zo overtuigd van zijn benoeming? Donderdagavond kwam het beslissende antwoord. En deze hier is heel dan echt bij de minister van Inlandse Zaken en Koninkrijksrelaties de voordracht van om de heer Hajo Apotheker aan te stellen als de nieuwe burgemeester van de gemeente Zuidwest-Friesland. Van harte gefeliciteerd en graag een eerste reactie. Ja, ik ben ontzettend blij dat ik met dit mooie werk mag doorgaan. Maar het is vooral blij omdat je weet dat er steun is en draagvlak en een mooi besluit om voor mij te kiezen. Dat geeft een heel goed gevoel. Iedereen ging ervan uit dat u het werd. Dat is een extra belasting, hè? Nou ja, het geeft extra spanning, want als het dan niet wordt, dan is het ook wat moeilijk om dat uit te leggen. Maar het gaat er vooral om dat ik me volop gegeven heb en dat ik heb aangegeven dat ik dit een hele mooie baan vind. Een mooie uitdaging en een geweldig proces waar we mee bezig zijn en daar wil ik heel graag mee doorgaan. Was die thuis nog een beetje te genieten? Ja, dat ging redelijk, maar het bleef heel spannend. Ja, tot laatst aan toe. Hans, waarop is Hajo, ik zal haar zeggen, herbenoemd? Nee, het is niet een herbenoeming, want dat woord wil ik er toch een beetje afhalen. Hij is benoemd op basis van een aantal criteria die de Vertrouwenscommissie op basis van de profielschets heeft aangegeven. En met name, er waren een paar uitspringende dingen erin. Vernieuwend, het zijn van een verbindende netwerk, de sociabele kant. Dat waren een aantal zaken waarvan wij zeggen, van daar moet de desbetreffende geselecteerde kandidaat uitspringen om voor onze nieuwe gemeente de burgemeester te zijn. Het vooroordeel van, ach, hij zal het wel worden, heeft dat het niet extra lastig gemaakt? Dat heeft het niet lastig gemaakt, omdat wij van tevoren gezegd hebben dat we alle criteria op de mensen loslaten met wie we gesproken hebben. Ze zijn allemaal langs dezelfde meetlat gelegd. Ze hebben allemaal dezelfde vragen gehad, met persoonlijke insteek op waar hun vaardigheden waren. En ik ben van mening dat we allemaal een even oprechte en eerlijke keus gemaakt hebben. Hajo dus nog beter als die anderen? Ja, dat impliceert het, hè, dat Hajo nog beter is als die anderen.